Men nemen 4 bossenrestaurants, 2 horecaopleidingen en een handvol studenten. Zet die bij elkaar in een keuken en je hebt alle ingrediënten voor een leuke, spannende en leerzame kookwedstrijd. Ja, we hebben een aantal teams samengesteld van het VMBO, MBO en het bedrijfsleven. Die drie teams gaan met producten van het Bosserlandvarken een gerechtje samenstellen. En ja, daar hebben ze een aantal weken voor getraind. Vandaag, de 9e, is daar een try-out. En dan gaan we kijken wat ze daarvan gebrouwen hebben. De kookwedstrijd is onderdeel van het onderwijsproject Regie op de Set. Dat probeert het VMBO, MBO en het bedrijfsleven meer op elkaar af te stemmen. De duo's worden dan ook gevormd door een VMBO en een MBO-student. Met een echte chef-kok als coach hebben zij zich de afgelopen weken voorbereid op de wedstrijd. We hebben langzaam gegaren varkensrugfilet met daarbij structuren van aubergine die gepoft is, gegrild. We hebben gegrilde wortel, gekonfijte aardappeltjes, schuim van knolselderij en gerookte mayonaise. Dus we hebben gekozen voor een stukje uit de hals, de procureur. Die gaan wij eerst, klinkt wel lastig, maar dat is het niet zo, die gaan wij pletten. Op smaak brengen met wat morilles en truffel. Dan binden we hem op, want ik ben vrij klassiek geschoold natuurlijk. Dan gaan we hem zachtjes pocheren met een mierenpadje, een beetje curry en wat kippenbouillon. En dan gaan we hem daar roken op hooi en dan gaan we hem dun trancheren. Eerste gang, 10 minuten. Hoeveel personen wil jij koken of ga je koken? 4 personen. De temperatuur moet je nooit aan de bomen komen, altijd meer. Zie je de buitenkant hebt? Deze lagen altijd warm, ze groot is niet. Ja, ik vond het zelf wel goed gaan. Er waren natuurlijk wel een paar foutjes. Bijvoorbeeld, het doorzettingsvermogen hier is dan wel wat minder geweest. Vooral door de stress. Maar we hebben het goed uitgepakt. Dus, Ben je tevreden over het resultaat? Ja, op zich wel. Want het is beter gegaan dan ik had verwacht. Heb je nou veel geleerd in dit project? We hebben zeker veel geleerd. Bijvoorbeeld over het Bosserlandvark hebben we sowieso bepaalde onderdelen gehad waar we heel veel van hebben opgestoken. En ook vooral de kunsten, zoals het konfijten en het trekken van speciale vleeswaren is vooral goed gelukt. Alle gerechten werden gepresenteerd aan de jury, bestaande uit de docenten en de chef-koks. Aan hen de lastige keuze om tot een winnaar te komen. Ja. Vlees is te ver. Snijd je niet even het uiteindelijk nog wel zelf gesneden, Richard? Ja. Ik heb hier één stukje voor gedaan. Oké, netjes. Mooi shisho. Ja, als je goed doseert, hoef je alles terug. Hè? Ja. Want dan kunnen we langs zien is een of kreeft. En dan weet iedereen wat hij ermee moet doen. Er staat al op. Het winnende duo gaat naar huis met een nieuw koksmes en een uitnodiging van de chefs voor een culinaire ronde langs hun restaurants. Jongens, 20 minuten gas geven en dan ben je klaar. Ja? Ja.